Vandaag is de cast voorgesteld en het zijn die acteurs die straks het verhaal moeten vertellen, die ervoor moeten zorgen dat het verhaal overkomt, dat de mensen ontroerd geraken door het verhaal, dat de mensen gaan lachen soms, dat de mensen soms met spanning op hun stoel gaan zitten. Als eerste willen wij aan u voorstellen, uw applaus voor Jo de Meijer. Ik heb hele goede ervaringen van de musical dans als Monsieur Stillemans. Ik ben daar in een bevoorrechte equipe gekomen. Sterk niveau. En als Frank van Laak u belt voor een rol, moet je zelf de teksten niet lezen. Vlam aanvaarden en het met veel liefde doen. Zorg dat jij eerst schiet. Het is uw kop of die van de Duitsers. Met die loopgravenwijsheid stuurt sergeant De Dekker zijn troepen de eerste linie in. En wie schreeuwt beter die bevelen uit over Flanders Field dan Peter van de Velde? Heel veel pers. Het is niet zomaar een gewone persvoorstelling. Hè. We maken een mooie spektakelmusical, 1418. 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog is begonnen. We spelen niet zomaar in een schouwburg, we spelen in de Neckerhal in Mechelen. Een mooie ruimte, dus alle ogen zijn in 2014 op Studio 100 gericht en op ons gericht. Voor de rollen van Jan Fons en Albert beschikken wij over drie raspaarden. Jelle Kleijmans, Jonas van Geel en Bert Verbeke. Ik voel me heel goed bij mijn collega's. Ja, Jonas en Jelle zijn heel goede vrienden, dus dat is plezant. Dat kan alleen maar winst opleveren. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat het allemaal spannend is. Ik kijk er naar uit om met die mensen op een scène te staan. Jelle, jij mag weer een relatie spelen met Frey Sofrio. Hoe voelt dat? Ja, dat is niet spelen, hè. Dat is beleven, hè, Kobe. Dat is als thuiskomen. Ik heb dat tijdens Robin Hood ook gezegd. Wij hebben 4-5 jaar geleden samen in Daans en Koppel gespeeld. Dan zat daar even Robin Hood tussen. Daar hebben we het vuur wakker gehouden. En nu ga ik ze echt volledig binnen doen. Dat kan niet anders. Nu de derde keer, goede keer. Frey, van harte welkom. Je bent een van de weinige dames in deze productie. Is dat een voor- of een nadeel? Ik hoop dat is een droom, hè. Ah ja, kijk, tussen al die mannen. Ik ga mij laten soigneren, man. Door het feit dat je elkaar kent, dat je vrienden bent, is de sfeer ook nog veel luchtiger en veel gemoedelijker. En is het ook makkelijker om tijdens een repetitie, bijvoorbeeld is zwaar op je bakjes te gaan en is een grote fout te maken en is mee te lachen. En wat we nu moeten spelen gaat nog veel dieper dan tijdens dans, waardoor het feit dat je elkaar kent wel goed meegenomen is. Dus dat vind ik wel heel positief. Camille is de jongere broer van Jan. Hij is een ruwe diamant in musicalland. Lander de Poorteren. Topmensen, dus ik ben heel blij dat ik daar mag tussen staan. Ik ben zeer trots en onwaarschijnlijk blij en zeer vereerd ook om met zo'n fantastische cast te kunnen samenwerken. En ik kijk daar echt naar uit. Ik kan niet wachten.